Yvonne Kolderweijer besloot haar roddels achter een betaalmuur te plaatsen... waarvoor exclusieve scoops 9 euro per maand kosten. Hoewel haar Instagram-account daardoor tienduizenden volgers verloor... blijkt de strategie winstgevend. Haar account is nu een persoonlijke pagina... maar op het betaalplatform Petje Af heeft ze 4271 betalende volgers... wat haar ongeveer 38.000 euro per maand oplevert. Kolderweijer trekt mensen naar haar betaalsite... met nieuwtjes over bekende personen zoals Bas Smit... Welon en Marco Borsato. Ze heeft duizenden betalende abonnees aangetrokken en meerdere keren het nieuws gehaald met haar onthullingen. Voorbeelden hiervan zijn het Jumbo-incident met Glennis Grace en haar zoon en de mishandelingsvideo van Lil Kleine en Jimmy Faas. Haar overstap naar een betaald platform blijkt dus financieel succesvol, ondanks het verlies aan gratis volgers.